Goed dat je weer kijkt naar mijn persoonlijke top 3 van het RTL Nieuws. Welke verhalen sprongen eruit? Ik begin met de zogenoemde Hyperloop. Dat is een supersnelle magnetische trein die rijdt in een soort lange buis en kan maar liefst 1200 km per uur. Dat klinkt als science fiction, maar studenten van de TU Delft zijn er toch heel serieus mee bezig. Dit moet het openbaar vervoer van de toekomst worden. Maak kennis met de Hyperloop. Vandaag werd bij de TU Delft een prototype van de supersnelle trein onthuld. De Hyperloop is eigenlijk een soort van trein die door een buis gaat. En in die buis heerst een hele lage luchtdruk. En doordat er dus zo'n lage luchtdruk is er ook bijna geen luchtweerstand. En dat maakt het mogelijk om ten eerste veel efficiënter te reizen dan de huidige transportmiddelen. En nog eens een stuk sneller. Maar liefst 1200 km per uur. Dat komt omdat de trein niet op rails rijdt, maar erboven zweeft. Een soort buizenpost om goederen, maar ook mensen te vervoeren. En dat kan onze manier van reizen en leven behoorlijk gaan veranderen. Je moet je bedenken dat als je nu van bijvoorbeeld Amsterdam naar Parijs wil met de Thalys, ben je toch nog zo'n paar uur onderweg. Met de Hyperloop zou dit bijvoorbeeld mogelijk zijn in 30 minuten. Klinkt supersonisch, maar al meer dan een eeuw fantaseert men over het reizen door buizen. So do you want to see the car? En toen was daar in 2013 Elon Musk, bedenker van de Tesla-auto en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Musk maakte de blauwdruk voor zijn Hyperloop-ideeën openbaar, maar schreef een wedstrijd uit om Techneuten het vervolgens zelf te laten bouwen. Die handschoen pakte de TU Delft op. Hun Hyperloop-ontwerp zit bij de beste twee. En daarom mogen ze deze zomer met hun voertuig gaan rijden op de testbaan van Musk in Nevada, waar eerder in de open lucht al een succesvolle test werd gehouden met iets soortgelijks. 3, 2, 1, start. Maar als die trein er dan echt komt, hoe duur wordt dan een kaartje? En hoe comfortabel zit je eigenlijk in een coupé die 1200 km per uur gaat? Ik reis heel veel met de trein, dus interesse om sneller te reizen is natuurlijk alleen maar prettig. Als het veilig is en als het betrouwbaar is, dan zou ik daar zeker gebruik van maken, ja. Ik vind het eng. Raar, hè? Ik hou best van treinreizen, doet heel veel. Maar dat lijkt me echt te. Ik zal er wel in durven stappen, maar ik zie het nog niet snel gebeuren dat het gerealiseerd wordt. En daarom moet je tot die tijd met de trein doen, want het gaat nog wel even duren voordat u deze straks ziet rijden. Tja, en dan de zomer, die is ver te zoeken. Het lijkt eerder herfst. En dan hebben we ook nog te maken met van die extreme buien met heel veel hagel erin. Daar hadden ze vooral last van in Brabant en Limburg. De schade is daar echt heel groot. Ja, als je hier bent, zo in elke straat zie je hetzelfde beeld. Dan zie je gewoon zeilen bovenop de daken. Dat zijn noodreparaties om erger te voorkomen als het straks weer zou gaan regenen. Het echte reparatiewerk, dat moet nog beginnen. Men is hier nu nog echt vooral bezig met het inventariseren van de schade. File in Luik-Schestel. De plaats wordt overspoeld door klusbussen. Dit is extreem, lijkt wel een oorlogsveld. Hier moet nog veel werk worden verzet. Daken worden in eerste instantie bedekt met zeil om vervolgschade door inregenen te voorkomen. 80% van de huizen hier in Luik-Schestel is beschadigd. Kapotte daken en ramen en veel lekkages. Binnen heb ik veel waterschade, zeg maar. Op een stukwerk is natuurlijk nou gelijk kringen erop en losgekomen op bepaalde plaatsen. Luik-Schestel heeft het zwaarste verduren gehad. Maar ook andere plaatsen in de regio, zoals Asten en Someren, zijn hard getroffen. En 5 dagen na die hagelbui is Dini Hurkmans nu nog aan het opruimen thuis in Someren. Het is een puinhoop hier. Het bed ligt nog steeds vol met glas. Zelf legt ze de schade ook vast, omdat het zo uitzonderlijk is, die vernietigende hagelbui van nog geen kwartier. Het leek wel oorlog. Echt. Het leek wel of dat ze met bommen aan het gooien waren. Dat was, nee. Ik ben nog nooit zo bang geweest als deze keer. Ja. De woningstichting in Someren heeft 1400 huizen en kreeg 1000 schademeldingen. Hier ligt nog wat zeil. Was het moeilijk om overal zeil te krijgen? Ja, dat is op een gegeven moment helemaal uitverkocht in het hele gebied. Dus we hebben dat van ver laten aankomen. En we delen het ook uit aan onze huurders om zelf ook wat noodmaatregelen te kunnen treffen. Hoe groot de schadepost is, dat weten ze hier nog niet. Ook zijn er honderden auto's beschadigd. Kapotte ruiten en talloze putten in daken en op motorkappen. Een stuk of 20. 20 deuken? Ja, ik zeg, je kan er naar poffertjes in pakken. En omdat de hagelstenen zo groot waren als tennisballen, is de schade dit keer ook groter. Autoschadebedrijven hebben nu topdrukte. Wat we zien in dit geval is dat de hagelschade veel groter is dan in andere reguliere gevallen. Over het algemeen is het lakwerk is ook onbeschadigd
En met deze hagelschades zien we dat het lakwerk beschadigd is. Pech trouwens voor wie niet goed is verzekerd. Die moet zelf voor het herstel opdraaien. En tot slot de Tour de France, die is afgelopen zaterdag weer van start gegaan. Het verloopt allemaal wel iets anders dan andere jaren, want door de terreurdreiging in Frankrijk is er veel meer politie op de been dan anders. Maar de burgemeester van het idyllische Mont Saint-Michel is vrolijk als altijd. Daar begon de Tour de France zaterdag. Wat een plaatje is dit. Het dorpje Mont Saint-Michel op een rotsachtig schiereilandje voor de kust van Normandië. En dit is het decor waar morgen de Tour de France van start gaat. We ontmoeten burgemeester Yann Galton, geboren op Mont Saint-Michel. TV-kijkers in bijna 200 landen zullen morgen zijn gemeente zien. De burgemeester kan niet wachten. Le Saint-Michel qui les regardera, ça sera magique, ça sera formidable, ça sera extraordinaire. Ce sont des images inoubliables. Inoubliables. Voilà, on va faire une carte postale pour envoyer avec le tampon du Mont Saint-Michel. 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Toerisme is belangrijk voor Mont Saint-Michel. Maar de aanslagen in Parijs hebben hun sporen nagelaten. Après les attentats de Paris, il y a eu une régression de touristes sur le Mont Saint-Michel. Mais pas forcément sur le Mont Saint-Michel même, c'est dans la France entière. Et vous comprenez ça? Oui, je le comprends très bien. Les gens ont un peu peur. In Frankrijk is de dreiging van terrorisme nog altijd actueel. Vandaar ook bij de Tour de France verscherpte veiligheidsmaatregelen. We zien bijvoorbeeld bij het perscentrum strengere toegangscontroles. Er worden 23.000 agenten ingezet rond de Tour. Goed bewapend, zo zien we gisteravond. Voor het eerst is dit jaar ook een antiterreureenheid bij de Tour paraat om razendsnel in te kunnen grijpen. Très rapidement, ça va être à peine quelques minutes, de manière à ce que on puisse arrêter une éventuelle attaque terroriste le plus tôt possible pour éviter d'avoir de nombreuses victimes. Maar de Tour is 3500 kilometer lang, dwars door Frankrijk. Zo'n rondreizend evenement is lastig te beveiligen. Nous sommes confiants, nous avons mis en place les moyens qui nous permettent de pouvoir parer à toute menace terroriste et on fera tout pour que le Tour de France soit une belle fête à laquelle vous êtes associés. Regardez, on arrive la merveille. Là, c'est magnifique. Et là, vous avez toute la baie. De burgemeester van Mont Saint-Michel en de gendarmerie zeggen het bijna in koor. Toeristen moeten zich vooral niet laten intimideren door terroristen. En dat was hier weer mijn top 3 van het RTL Nieuws. Graag tot volgende week.